Waldo's Worldwide Travel and Tours heeft op 1 augustus haar 25ste jaardag gevierd. Directeur Waldo Gurbadan zegt dat hij niet voor een groot feest gaat, omdat het bedrijf ook de gevolgen van de economische situatie voelt. Het was dus een besloten feest waarbij enkele medewerkers in het zonnetje zijn gezet. In de afgelopen jaren heeft Waldo's, zoals het reisbureau in de volksmond wordt genoemd, zich kunnen uitbreiden met 5 filialen in Paramaribo en 2 in Nederland, zegt de directeur trots. Bij ons was het al een aantal jaren mogelijk om in SRD's voor een ticket te betalen. En dat is dan ook te merken aan het reizend publiek, zegt Gobardan. Als je ziet, al die vluchten zijn bomvol, wat heb je? Qua Holland, Caribisch gebied, Miami, alles vol deze vakantieperiode. We hebben ook geen hoog en laag gekend, begrijp je? Maar die vluchten zijn vol, ja. Hoe gaat het met Waldo's reisbureau zelf? Nou, het is heel moeilijk, zeg het u nogmaals. Om 30 personeelsleden in stand te houden, begrijp je? Alles is duur geworden. Je ziet het daar, licht, water, alles, begrijp je? En met een 6% consument denkt dat je een ticket verkoopt van $1200, dat je een 6% van die 1200, maar dat is niet dat. Je krijgt het commissie op die veer alleen. Dus als het, ik denk dat die veer 600 is en de rest is Texas. Dus niet op de Texas. Ja. Maar ja, we proberen. Ik heb nog niemand naar huis gestuurd, begrijp je. Het gaat om, maar ja, we kijken eruit. Waldo Gobardan, directeur van Waldo's Worldwide Travel and Tours. Het reisbureau heeft afgelopen woensdag zijn 25ste jaardag gevierd.